U kunt nagaan, elke keer wanneer de monetaire reserve opgemaakt is door de NDP-regering, is de koers omhoog geschoten. En bij een stabiele, ruime monetaire voorraad, reserve, dan zie je dat de koers stabiel begint te worden. En dus in dat kader wil ik even toevoegen, het is niet de eerste keer dat NDP bijvoorbeeld de economie slecht heeft overgedragen. Of soms vraag ik mezelf af van, wie zijn die economen? Wat is een wetenschappelijk bureau? Wat doen ze allemaal? Ja, daarom ligt het ook aan het volk van Suriname om goed ernaar te kijken. Venetiaan heeft structureel aanpassingsprogramma, dus SAP 1, SAP 2, etc. Ja. gedaan met Telting en Hildenberg toen, hè, waar VHP ook erbij zat. Ja. En nu ruimen zij dus puin op. En elke keer moet je puin opruimen en het is heel desastreus om op die manier te gaan. Maar het verschil met de huidige regering is dat toen we nog beschikking hadden over verdragsmiddelen. En dat was toch een behoorlijke bedrag aan verdragsmiddelen die toen ingezet zijn om die herstel te plegen. Ja, als we nagaan dat de verdragsmiddelen van 1975 naar 2010 ongeveer 1,5 miljard US dollar omgerekend was. En dat de vorige regering ruim 3 miljard extra schulden heeft gemaakt. Dan kunt u een vergelijking treffen wat voor een impact dat zal moeten hebben. Want in 2010 was er ook nog wat schuld overgedragen natuurlijk. Maar in elk geval is er ruim zeker minimaal 3 miljard US dollar geleend voor die periode van 2010 naar 2020. Ja. En dat is een hele grote verplichting op elke regering. En deze regering had aangegeven dat ze die verplichtingen niet zouden kunnen dragen. En daarvoor moest herschikt worden. Die herschikking heeft inderdaad ook plaatsgevonden. Met nog in afrondende fase die herschikking met de schuld met China. Al de andere schuldeisers, daar is al mee herschikt. Als ik het goed heb. Dat klopt. De alleen China nog, ja. Bondholder, de Club van Paris, India. Alleen China is nog in afrondende fase, heb ik begrepen. En dat is natuurlijk wel heel... goed en positief. Wat ik wilde aangeven is van beste luisteraars, volgers, ook op social media. Iedereen die thuis is en luistert. Praat u goed ook over uw eigen economie met uw kinderen, met uw buren, in uw familie. Laat ons geen setback meer hebben. Kiezen voor verkeerde leiders betekent dat we 40 jaar terug kunnen gaan of 10 jaar terug. Want nu wil iedereen eigenlijk... die grip gaan krijgen op die olie-economie of ook gas-economie, zoals ik het noem, oil en gas. Want dat is vanaf 2028, 2029 de ontwikkeling. Zoals we vroeger bauxiet hebben. Dan beginnen de resultaten op te leveren. Dan beginnen de inkomsten dieren langzamerhand binnen te komen. Ja. En daarom heb ik gezegd, wanneer ik vandaag bij Trishul of bij jullie hier aangeef van dat er ongeveer een begroting is van 53 miljard... Als je hem deelt door die koers van 36, 38, dan zit je op 1,3 miljard euro voor de euro. 1,3 miljard, 1,2 miljard. Betekent dat Suriname op termijn 5 jaren, 10 jaren boven de 100 miljard SRD kan gaan. En als die koers hetzelfde blijft, dan betekent dat 1,3 miljard euro naar 2 miljard kan gaan. En die 700 miljoen is erg belangrijk voor Suriname. Om uw salaris te verbeteren, uw kinderbijslag te verbeteren, uw pensioenen te verstevigen, om uw subsidie te gaan verstevigen. En de methode om dat te gaan doen is vooral te gaan werken met IMF aan subjectsubsidie. Ik ben persoonlijk geen voorstander van IMF. Sapkoibole IMF is, ik moet fietsen, het is zwaar. Waar het eigenlijk om gaat is dat er... controle is op datgene wat je moet doen om de economie gezond te krijgen. Je moet hem zien als een vorm van audit. Je doet het alleen, maar je laat andere mensen ook kijken. Een oom of een tante of een dochter of een zoon zeggen van neem een schrijfblok, ga schrijven. Wat doe je met je inkomsten en je uitgaven? En hou je vooral aan die regels. Want er is een herstelprogramma opgemaakt en je moet dat natuurlijk uitvoeren. En in feite is IMF de toezichthouder op het uitvoeren van het herstelprogramma.